Siska, volgens mij 6-0 winnen van Slowakije. Een goed begin is het halve werk, zeggen ze dan. Ja, dat is zeker zo. Het is fijn dat je zo begint en nu ga je weer verder in het toernooi. Waarom zijn jullie met 6-0 overwinning begonnen? Nou, ik denk dat we de kansen wel af hebben gemaakt. Ook al dacht ik, denk ik wel dat we nog meer konden scoren. Dus uiteindelijk kon het wel een grotere uitslag zijn. Maar 6-0 is prima. Ze zeggen altijd scoren in een EK-finale. Dat is mooi, dat is bijzonder. Scoren in de allereerste wedstrijd van een EK. Dat lijkt me ook de allereerste goal, nota bene. Dat lijkt me ook best bijzonder. Ja, zeker. Ja, we kregen de penalty. Ik dacht, ik neem hem gewoon en ik schiet hem erin. Dat is een lekker gevoel. Je hebt wel eens vaker penalty gescoord in belangrijke wedstrijden. Tegen Finland natuurlijk. Denk je dan, als je weer zo'n penalty moet nemen, laat ik het nou precies hetzelfde doen als de vorige keer? Of ga je toch nog twijfelen? Nou, je moet niet te veel gaan twijfelen, maar meestal gaat het dan fout. Dus je moet er gewoon zeker van zijn dat je hem erin schiet en dan komt het helemaal goed. Hoe rustig bleef je deze keer? Wat zei je? Hoe rustig bleef je deze keer? Hoe rustig, ja. Ik denk wel aardig rustig. Als je gewoon op jezelf vertrouwt, dan, dan komt het altijd wel goed. Kun je eens proberen uit te leggen waarom het zo makkelijk ging eigenlijk, 6-0? Nou, het was niet eens heel makkelijk, maar ja, je scoort en dat is heel belangrijk. Dan weer die wedstrijden. Waarom maken jullie dan 6 goals? Laat ik dat dan vragen. Ja, waarom? We krijgen de kansen. En ja, als je dan scoort, dan kom je op de 6-0 uitslag. Wat zegt deze, laat ik het even, monsteroverwinning noemen voor de rest van het toernooi? Nou, ik denk dat het een mooi begin is. En we gaan gewoon verder in het toernooi en we gaan kijken waar het eindigt. Wat kunnen we verwachten nog in de resterende wedstrijden? In de groepsfase in ieder geval? Nou, ons doel is wel het voetbal nog beter te maken. Dat we het Noorwegen en Frank lastig kunnen maken. Dat we ons eigen spel kunnen spelen. En uiteindelijk de punten kunnen pakken. In de kwalificatie heb je volgens mij 6 keer gescoord. 7 keer misschien als ik het dan fout zeg. Nu ook alweer eentje. Wordt het jouw toernooi? Nou, dat is niet mijn doel. Maar als het maar ons toernooi wordt, dat is het belangrijkste.